Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat een flink deel van het land nog te maken heeft met bewolking. In het noorden van het land is de bewolking het dikst en daar valt dan ook nog steeds wat regen of motregen. Ook in het zuiden kan lokaal nog een spatje regen vallen, maar in de loop van de ochtend en zeker vanmiddag wordt het daar op de meeste plaatsen droog en breekt mogelijk ook even de zon door. In het noorden zal het pas tegen de avond geleidelijk aan droger worden en komen daar vooral in de avond en nacht ook weer wat opklaringen. Het wordt vandaag 17 of 18 graden. Vanavond koelt het weer af naar een graad of 15, en dan gaat de westelijke tot zuidwestenwind ook afnemen naar zwak of matig kracht 2 tot 4. Morgen hebben we een zonnige periode, maar ook wolkenvelden, en vooral in het westen en noorden zou een enkele bui kunnen vallen. Het wordt 19 tot plaatselijk 21 graden, en dan waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 4. Donderdag, vrijdag en zaterdag is het droog weer en de temperatuur boekt weer flink winst. Vanaf vrijdag wordt het in het binnenland een zomerse 25 en op zaterdag zelfs lokaal 27 graden. De wind draait naar het zuidoosten en waait overwegend matig. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.